Dit jaar krijgt de 40-daagse vastentijd een onverwachte betekenis. Het gaat er nu niet meer om dat ene snoepje te laten, om eens een goed werk te doen hier en daar. We worden genoodzaakt om het vasten uit te breiden. Werk, sociale contacten, café en concert. We moeten het allemaal missen. Als christenen moeten we zelfs de Eucharistie missen. Plots wordt het allemaal wat concreter. Vasten gaat over verandering van leven. Nu is het leven zelf dat ons helpt om te veranderen. Tijdens de 40-dagen tijd lezen we de teksten van Exodus. Israëls tocht door de woestijn. Op hun tocht naar de vrijheid worden ze meermaals geconfronteerd met gebrek. Brood en water, het gaat allemaal ontbreken. Dan begint het. Waartoe leidt die hele tocht? Waar we maar thuis gebleven. Liever onvrij zijn en goed eten hebben. Waarom zijn we eigenlijk uit Egypte vertrokken? Voor vele mensen is het moeilijk om te weten wat ze nu echt willen. En voor ons allemaal is het soms zo moeilijk om te willen datgene waarvoor we gekozen hebben. Honger en dorst, tekort, vermoeidheid, het doet wat met een mens. En Jezus gaat door Samaria en vermoeid door de tocht zit hij neer bij de waterput van Sichar. Een vrouw uit de streek die er net op gerekend had om niemand te ontmoeten. Het is het 6e uur van de dag, de middag, en dan zijn alle vrouwen van het dorp thuis. Zij ziet daar iemand zitten, een man, en nog wel een Jood. Geef mij eens te drinken, zegt hij. Wil je, alsjeblieft? Zij is verwonderd door hem aangesproken te worden. Wat moet die man van mij? Maar hij zegt het zo vriendelijk. En hij is zelfs bereid om uit hetzelfde water te drinken uit hetzelfde vaatwerk. De coronatijd verplicht ons een beetje in isolement te leven. Los van verplichtingen, van werk. De agenda krijgt plots wit ruimte. Wat nu gedaan? TV kijken, Netflix, in het ergste geval een boek lezen of een partijtje schaken. Het kan op de duur beginnen te vervelen. En het is misschien best ook een beetje angstig. Kijk eens hoe vlug een aantal vanzelfsprekende dingen kunnen verdwijnen. Hoe een levensritme totaal kan wijzigen. En in dit isolement komt Jezus ons tegemoet. Weet je, zegt hij, dat je in jezelf een bron hebt die ik kan doen stromen met mijn woord en met mijn geest. Op het heetst van de dag, in het midden van een leeg middaguur, kun je met mij spreken. Mijn woord horen en erop antwoorden. Ik haal je uit je isolement en doe je hart stromen. De nieuwe bisschop van Gent heeft een mooie pastorale brief geschreven. Hij citeert precies dit evangelie. Weet, zegt Jezus aan de Samaritaanse vrouw, dat er een uur komt waarop de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden
in geest en waarheid. Ik kan vandaag niet naar de kerk. En de Eucharistie is een onmisbare schat. Maar je kan je door mij laten vinden. Daar waar je bent, zegt ons Jezus. Bron in de woestijn. Zoek de Heer in elke gebeurtenis, in elke situatie. En hij zal je komen vinden, precies daar waar je bent. En zonder twijfel zal je een bron ontdekken, helder water, nieuwe gedachten, nieuwe hoop. Toch iemand die je komt aanspreken, hier en nu. En misschien begint er wel een nieuw gesprek, of kom je op een onderwerp waar je eigenlijk al zo lang over wilde praten.